Wat doen we hier vandaag bij de Dam? Ik kom lekker wat vertellen. En wat kom je vertellen? Geluid laten horen. Tegen het ongecontroleerd afluisteren. Spioneren van burgers. En voor meer democratie en meer inspraak. Oké, fantastisch. En wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, ik denk dat het betekent dat wij als burgers allemaal weer een beetje moeten herontdekken dat we echt actief moeten bijdragen aan het politieke klimaat in dit land. Dat we moeten laten horen wat we vinden, dat we ook actie moeten voeren als we het ergens niet mee eens zijn. Een democratie is toch iets waar je elke dag mee bezig moet zijn. Vandaag. Omdat de Piratenpartij tegen het grootschalig scannen van burgers is. En dat is al een activiteit die al een hele tijd onderweg is, wat de veiligheidsdiensten graag willen en een aantal overheden. En dan gebruiken ze als argument kindermisbruik, waar we al jaren mee helpen om die mensen te vangen. En dat heeft de overheid, dat is ook een vervelende klus, want die rechercheurs die moeten al die vreselijke beelden aanzien. Maar ze willen nu eigenlijk massaal alle informatie op internet gaan scannen. Nou, dat is een begin van een dictatuur. Daar houden we niet van. Dat is helemaal niet nodig. En daar gaan heel veel dingen fout. En dat is pas een eerste stap in hun streven om burgers totaal in de gaten te houden. Ik ben de functionaris gegevensbescherming van de vereniging Basisinkomen. Het basisinkomen is een onderwerp wat de Piratenpartij ook vertegenwoordigt en eigenlijk in de wereld wil zetten, omdat het eigenlijk voor iedereen goed zal zijn. Voor degenen die niet weten wat de functionaris gegevensbescherming doet, ik hou binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. En vandaar dat ik vandaag ook bij u ben om wat meer te vertellen over de AVG, de nieuwe verordening, want het heet eigenlijk een verordening. Het is een wet, maar het heet een verordening. De nieuwe verordening chatcontrol, de gevolgen daarvan en de zorgen die u zich daarover kunt maken. De Piratenpartij heeft deze demonstratie georganiseerd omdat zij Nederland bewust willen maken van de gevolgen van deze nieuwe verordening. De verordening is er al in een tijdelijke vorm, maar deze tijdelijke vorm zorgt ervoor dus dat de techbedrijven nog niet verplicht worden om u met alles te scannen en te monitoren. Cherrypicking en framing wordt op deze manier erg makkelijk gemaakt door deze wet. Terrorisme, kindermisbruik zijn vaak de reden om burgerrechten in te perken.
De beveiliging van opslag van persoonlijke gevoelige gegevens is altijd heel erg slecht gebleken bij de overheid, hebben we gemerkt. Dus daar ligt echt alles weer op straat, maar dan nog persoonlijkere dingen. Kijk, een wantrouwen in mensen maakt een wereld hard. En een harde wereld maakt misbruik. We willen niet dat je hoeft te identificeren om op het internet te komen. En daar je kan begeven. Anonimiteit op het internet is heel erg belangrijk voor de veiligheid van slachtoffers. Maar ook voor journalisten, voor advocaten, mensenrechtenactivisten. Dat vergeten we altijd weer als we dit soort wetgeving gaan invoeren. En we moeten ook onthouden dat de makers van deze software, die zoeken ook een plek om hun product kwijt te kunnen. Daar hebben ze miljoenen in zitten en dat willen ze terugverdienen. En daar gaat rustig een paar miljoen tegenaan in lobbykracht om dat van elkaar te krijgen. Dus ik ben heel blij dat jullie hier aanwezig zijn. De Tweede Kamer heeft hierover gestemd. De minister heeft helaas die motie naast zich neergelegd. Ik ben dus heel blij dat we hier vandaag zijn om dat een ander geluid te geven. Want weet je, als je luistert naar je burger, dan hoef je ze niet af te luisteren. Ik wil jullie heel erg bedanken. Goedendag. Waarom sta je hier vandaag? Yo, we hebben niet nog meer privacy, invasive dingen nodig. We hebben gewoon vertrouwen nodig van de overheid. Zodra je geen vertrouwen krijgt, dan wordt het juist gemisbruikt door mensen. Ja. We willen zelf bepalen waar onze informatie heen gaat. Dus we willen niet dat de overheid ons verplicht om dingen te doen die we eigenlijk niet nodig hebben. We hebben gewoon recht op privacy en dat staat gewoon in de grondwet, klaar. Ben je vaak bij mensen tijdens de meest persoonlijke en intieme momenten van het leven? De kwetsbaarheid die ziekte met zich meebrengt. Problemen in de seksualiteit of in de voortplanting, bij de bevalling en uiteindelijk ook bij het sterven. Een proces wat iedereen op zijn eigen manier meemaakt. En ik weet dus ook heel goed wat een onzin het is als iemand stelt dat de burger die zich aan de regels houdt niets te verbergen heeft voor de overheid. Iedereen heeft wel dingen die ze liever alleen met hun partner delen, met hun familie of met hun dichtstbije vrienden. Iedereen heeft wel een geheim. Daarom is privacy voorwaarde voor de behandelrelatie tussen een arts en een patiënt. En het briefgeheim is niet voor niks opgenomen in de grondwet. Het recht op privécommunicatie is niet alleen van belang tussen artsen en patiënten, maar het is essentieel voor gezonde relaties en voor een gezonde samenleving. Nummer 2 op de kandidatenlijst voor de tweede verkiezingen. Saira. Hallo allemaal. Hallo. Wie van jullie heeft de telefoon? Laat eens zien die telefoon. Laat eens zien. Laat eens allemaal je telefoon zien. Stel je voor. Iemand wil een geintje uithalen. Hij stuurt even voor een grap een naaktfoto van een kind naar je toe. En voordat je het hebt geopend, heb je al een probleem. Want wat gebeurt er? Achterdeurtjes in encryptie inbouwen. Iedere 5 jaar is er een nieuwe lichting politici en moeten we opnieuw uitleggen dat achterdeurtjes in encryptie Vroeger werd bewust de kindertelefoon een gratis nummer gehouden, zodat het niet op de rekening te zien zou zijn dat kinderen veilig met de telefoon kinderbescherming, kindertelefoon konden bellen om problemen aan te kaarten. Het internet is de echte wereld. Er is geen onderscheid tussen de echte wereld en het internet. En in de jaren 90 zeiden ze dat het internet een speelgoedje was en dat daarom mensenrechten niet op internet hoefden te gelden. En wat doen ze nu? Ze zeggen, het is onhandig dat in de echte wereld al die mensenrechten zijn. We willen de echte wereld weer ook zo openmaken als het internet open is en alle mensenrechten in de echte wereld afschaffen. Wij, de Piratenpartij, zeggen dat het andersom moet. Wij willen op internet dezelfde rechten, dezelfde briefgeheim, dezelfde privacyrechten op internet als dat je in je dagelijks leven overal hebt. En privacy betekent niet alles geheim houden. Privacy betekent dat jij bepaalt met wie je data deelt.
Dankjewel. Dankjewel, Sarah en David. We hebben nog twee sprekers, maar als maar sprekers is ook maar zowat. Precies. Where were the gypsies and where were the towns? Where were the soldiers and where were the Greeks? Where were the sailors and where were the weak? Na 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 na. 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 Old school never dies. De voorzitter van Stichting Open Source en Overheid, maar ook een van de founding partners van Public Spaces. En mij is gevraagd om hier vandaag te spreken, vooral over chatcontroles en wat dat voor ons als burgers kan betekenen. Mijn betrokkenheid bij de algemene verordening gegevensbescherming, oftewel de GDPR, heeft mij diepgaand inzicht gegeven in het precaire landschap van digitale privacy. In een tijd waarin bedrijven als Google of Facebook meer weten dan uw dierbaren. Google heeft ongekende toegang tot onze persoonlijke levenssfeer. En het is noodzakelijker dan ooit om stil te staan bij de betekenis en het belang van onze persoonlijke privacy. Het is in deze context dat ik de recente voorstellen van de Europese Commissie rondom chatcontroles wens te bespreken. De drijvende kracht achter de AVG was het beschermen van persoonlijke gegevens en het waarborgen van privacy als een fundamenteel mensenrecht. We bevinden ons echter op een kruispunt waarbij de intenties van het beschermen van het welzijn van burgers botsen met het inherent recht op privacy. Het voorstel voor chatcontroles door de Europese Commissie, hoewel ongetwijfeld voortgekomen uit goede bedoelingen, een mogelijk zorgwekkende schending van het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Artikel 8 van het EVRM is kristalhelder in zijn taal en strekking. Het beschermt ons recht op respect voor ons privé, familie en gezinsleven. Ik wil iedereen enorm bedanken voor hun aanwezigheid. Ook de sprekers die aanwezig zijn geweest. Ahmed bijvoorbeeld, die hier al in zijn rolstoel kwam, die is helemaal uit Brussel vandaan gekomen om hier te komen spreken. Sylvia is helemaal uit Breda gekomen. Jullie zijn ook allemaal van heiden en ver gekomen. Sommige van jullie zijn van heiden en ver gekomen. Anderen zijn van hier van de hoek. We hebben een heleboel verschillende soorten mensen gehoord, een heleboel bijdragers. En het komt er gewoon op neer, ze hoeven niet alles over ons te weten. De meeste mensen die deugen gewoon. Je hoeft niet in de gaten te houden. Je hoeft niet alles te weten wat mensen naar elkaar sturen. Dat doe je alleen in een autoritair regime. Dat doe je alleen in China. Dat doe je in Rusland. Dat doe je in Iran. Maar niet in Nederland, niet in Europa.